heren. Welkom in deze tweede podcast. Ik heb vandaag te gast Jochem Boscha en Jesse Klein Entink, a.k.a. Zoo. Exacto mundo. Verklaar die naam. Ja, Zoo. Ja, ik zal de korte versie geven. Ik ben half Duits en half Nederlands. Sowieso is een woord dat staat voor standvastigheid. En gewoon van hier ben ik, weet je wel. Ja, en ik heb dat gewoon afgekort naar Zoo. En zo is die naam tot stand gekomen. Ja, en dat bekt ook wel lekker. Ja, vind ik wel, ja. Ja. Zeker. En wij kennen elkaar. Ja. Dat wist jij niet. maar nu weer wel. Ja. We hebben ooit in Winterswijk samen een project gedaan bij het jongerenwerk. En toen heb ik al gezien dat jij zeer getalenteerd bezig was. We hebben toen nog een festivaletje georganiseerd achter Spot in de tent. Toen viel de stroom nog uit. Ja, legendarisch. Ja. 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 Ah, leuk. Leuk dat je er bent vandaag. Ja, en zeker. Dat je deze podcast wil bijdragen. Nou, dan hebben we Jochem aan de andere kant. Goedendag. Goedendag. Jochem is eigenlijk een van de mede-initiatiefnemers van deze podcast. Ja. Gek genoeg. Weet je nog hoe dat tot stand kwam? Ja, we hadden een gesprek over... Nee, jij stuurde me een artikel door. Over dat er overheid subsidie beschikbaar had gesteld om met jongeren activiteiten te gaan doen. Ja. Zodat ze minder thuis zouden zitten. Maar omdat je ook wel niet meer echt naar buiten mag en zo, had je wel rekening moeten houden met bepaalde dingen. Ja. En dan volgde een heel goed gesprek en zo uit. En over die verhalen die ik wel eens te vertellen heb. En, ja. Dat zijn er nogal wat. Ja. Onder andere, ja. En toen kwam ik een idee op een podcast. Ja. Ja. Ja, dat is echt een topplan. Ja, dat is zeker een topplan, ja. Want ik noemde dat zo en ik dacht, dat is een slecht idee. Maar je reageerde super positief. Ja, dat is, vind ik wel hip. Is dat deze tijd. Je hoort er veel over. Ja. Dus ja, waarom kunnen we in de Achterhoek sowieso niet maken? Ja. Volg jij zelf podcasts? Niet heel veel, maar ik veel is Engels. Ja, dat vind ik niet. Wat ik interessant vind, is dat vaak in Engels. Dat is niet mijn beste taal. Ja. Maar ja, dit lijkt me wel een heel goed idee. Ja. En ook om dingen te delen met andere jongeren. Ja, dus dat van, zeker. Om jongeren te inspireren om met zichzelf te zijn, onder andere. Ja. En om zich misschien dat ze iets zien wat ze denken van, oh ja, weet je, dat is ook wel iets voor mij misschien om te doen. Ja. Dat ze daar ook misschien voor je toekomst zo iets in zien. Ja, want jij hebt wel wat struggles moeten tackelen de afgelopen tijd, hè? Ja, dat zeker. Ja. Ik ben gestopt met mijn opleiding en zo. Ja. Nou, daar komen we straks nog op terug. Maar je hebt genoeg volgens mij om over te vertellen. Ja, we hebben zeker. Natuurlijk uiteraard even een voorgesprekje gedaan. Net als met Jesse, a.k.a. Zoo. Hmm. En heel even kort, waar ben je op dit moment mee bezig? Heel veel dingen. Heel veel dingen. Mijn eerste prioriteit is op dit moment de verplichting dat ik mijn school af moet maken. Dus ik ben, dus ik ben bezig met het vinden van een afstudeeropdracht. Voor welke opleiding is dat? Entrepreneurship en Retail Management in Nijmegen op de Ham. Oh, oké. Daarnaast ben ik bezig als artiest en als zeg maar manager / regisseur van het East Wave project. Okay. En ben ik betrokken bij mijn label East Garden Studios als PR van alles. Ja. Tenslotte ben ik nog fitnessinstructeur. Fitnessinstructeur, ja. bij Upco in Winterswijk. Ja, je bent inderdaad een stuk breder geworden. Ja, dankjewel. Dat ik me jou herinner. Jij was net als ik, zo heel iel. Ja, zeker. Oké. Okay. In Winterswijk zeg je. Ja. En dat is een beetje is dat de concurrent van Tuntersport of zo? Ja, Tunte is net failliet gegaan. Ja, hoor ik. Dus, helaas is dat niet meer onze concurrent. Nee. Dus jullie zijn nu de enige? The one and only. Ja. Nee, we hebben wel. Er zijn andere sports gewoon in Winterswijk, maar ja, ze zijn gewoon niet zo goed als wij. Ja, dat zou ik ook zeggen. Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Oké, nou, we kunnen vandaag alle kanten op. We kunnen alle kanten op, maar allereerst vind ik het wel belangrijk om even te zeggen van we gaan het positief houden. Dat doen we altijd in deze podcast. Vind ik wel fijn dat jongeren ook wat mee kunnen nemen uit deze uitzending. Dat is immers ook waarom we er zijn. Mm-hmm. Jullie verhalen die moeten anderen aanzetten tot actie, hoop ik. Dat kan zijn dat je ineens denkt, ik ga rapper worden. Het kan zijn dat je ineens denkt, goh, die Jochem heeft ook wel goede tips. Zo kan ik mijn leven ook omgooien en iets vets gaan doen. Dat soort dingen kunnen we eigenlijk gewoon gaan bespreken. En ja, zoals je al zei, er is een oproep gekomen vanuit het ministerie van VWS om jongeren te bevragen hoe zij omgaan en wat zij vinden eigenlijk van deze periode, hoe zij dit ervaren. Mm. Ik begin even bij jou, Jochem. Hoe ervaar jij gewoon, hoe heb jij het hele de afgelopen, sinds maart eigenlijk ervaren dat er COVID-19 is? Ik vind het heel onrustig in het land. Het is belachelijk hoeveel verschillende maatregelen en dingen zijn genomen. En het is ook wel vaak dat het te laat is genomen, zeg maar. En ja,
ik zelf ervaar er nog niet zo heel extreem, op extreme hoogte eigenlijk last van. Dus meer van, ja, je mag niet meer buiten zitten, weet je wel, met te veel mensen. En je mag ook niet meer met zoveel man, of zo min mogelijk man, bij je thuis zitten. Ja. Dat zijn de dingen die ik ervaar. Voor de rest, ja, om mijn werk en zo, dat je handen moet wassen, je moet zo min mogelijk alle glazen zo gebruiken. Ja. Veel mogelijk alles zelf meenemen, ja. Dat soort dingen eigenlijk. Ja. Ja. Dus op praktische zin raakt het je wel. Maar heb je ook dat je zegt van nou, weet je, sommige jongeren die zitten daar echt, die worden echt gek. Hmm. Ik snap als je midden in de puberteit zit, je bent 14 en je hormonen die gieren door je lichaam. Ja. En je mag niet naar buiten. Jij bent al iets ouder. Ja, ietsjes, ja, ja, 23. Ja, nee, ja. In ieder geval in mijn situatie, als ik voor mezelf mag spreken. Ik woon buitenaf in Winterswijk. Bij ons gebeurde er sowieso al niet zoveel. Dus, die zaten al in quarantaine. Ja, wij zaten praktisch gezien al in quarantaine in onze eigen kleine mooie bubbel. Daar is niet veel veranderd. Maar je ziet vooral natuurlijk op tv en op je sociale media zie je allerlei dingen voorbij komen. Allerlei verschillende invalshoeken. Ja. Ja, en daar hou ik me dan vooral mee bezig. Ja, ja. Dus eigenlijk die heel veel direct effect heeft het niet echt op mee gehad. Nee, ook niet op. Maar jij, ja, studeert. Ja, natuurlijk wel op, ja. Het feit dat ik fitnessinstructeur ben. Want we zijn natuurlijk gewoon dicht gegaan. Ja. Studeren deed ik sowieso eigenlijk al grotendeels vanaf huis uit. Okay. Zeg maar. Ja. Dus daar is ook eigenlijk geen verandering in gekomen. Dus, ja. Ja. Dus eigenlijk niet zo heel veel impact. Nee. Zeker niet. Nee. Nee. En bij jou valt het dus ook relatief mee. Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen, bij mij ook gelukkig. Mm. Je weet natuurlijk nooit hoe het afloopt, want ik ben een jongerenwerker. Dus wel in de categorie bezuinigingen zijn wij meestal de sjaak. Dus laten we hopen dat dat nu niet zo is. Ja. Dat we deze podcast vaker kunnen blijven doen, zeg maar. Maar je hoort dus wel heel veel verhalen van mensen die dat toch als heel heftig ervaren. En jongeren die dus daar echt wel helemaal gek worden thuis. Ja, wat moeten we daarmee? Zijn er oplossingen denkbaar buiten dat wat al kan om jongeren... Ja, wat zou jij willen adviseren? Wat ik zoek je creatieve kant op en probeer iets voor jezelf te doen. Probeer een skill te ontwikkelen, zeg maar. Die je misschien nog niet eerst had. Probeer een skill verder te ontwikkelen die al aan het ontwikkelen was. Mm-hmm. En wees ook niet bang om iets te doen wat volledig buiten je comfortzone zit. Of iets waarvan je denkt dat mensen erop neer gaan kijken. Ja. Gewoon precies dat waar je zin in hebt. En dan ga je denk ik de meeste lol hebben, de meeste uitdaging erin vinden. En ik denk dat zou ik aan jongeren mee willen geven, dat ze dat moeten doen, denk ik. Ja, en dat kan vanuit huis of in ieder geval in een... Ja, precies. Ja, zorg ervoor natuurlijk dat je niet de maatregelen overtreedt. Ik wil straks geen aanklacht aan mijn broek hebben of iets, maar... Ja, dat mag inmiddels al best wel heel veel. Toch? Ja, ja, zeker, ja. Ja. Als ik een voorbeeld van mezelf mag noemen. Ik heb natuurlijk ook een hele hoop tijd... heb ik erbij gekregen sinds die coronacrisis. En ik ben dan bijvoorbeeld gaan skaten, zeg maar. Oh ja, dat zie je meer mensen doen. Ik zie echt... Veel moeders en zo met kinderen die dan... Die gaan allemaal naar de skatebaan. Helemaal druk daar. Ja. Zeg maar, voor mij was dat een drempel. Ja. Omdat ik ben 23 inmiddels. Het gemiddelde kind op de skatebaan is 15. Ja. En om daar dan tussen te staan, daarvoor moet je toch wel iets aan de kant zetten. Ja, maar ook echt op een skateboard. Ja, op een skateboard, Dus niet inline skates, maar echt een skateboard. Ja, ja, zeker. Dat is voor mij wel gewoon... Weet je wel, wat ik kijk naar skateboarders vroeger. Skateboarders vind ik het coolste, dus dat wil ik worden. Dus daar ga ik van opstaan. Ja, dat wou ik toen worden, weet je wel. Ollies en dat soort dingen. Ja, ollies, kickflips, weet ik veel. Dat soort dingetjes, ja. Vet. Ja, zeker. Dus dat is jouw uitdaging voor de komende periode? Dat heb ik als tijdsverdrijf gewoon gedaan. Ook omdat de sportschool dicht was. Normaal was ik altijd aan het fitnessen. Ja. Ik moest een andere sport vinden en ik heb dan voor skateboarden gekozen. Ja. Ik ben helemaal geen fantastische skater, maar het was gewoon echt puur om de tijd te doden, zeg maar. Ja, vet. En Jochem dan? Wat hij zegt, daar ben ik het echt wel mee eens. Want als jij, op die skill, als jij nog iets hebt, ga je iets ontwikkelen, daar ben ik het wel mee eens. En misschien is het ook misschien heb je nu de tijd om over dingen na te gaan denken onder die toekomst. Ja. Misschien kun je daar kunnen bedenken wat je later wil gaan doen. En misschien daar alvast een basis voor leggen. Ja. Of dat je bijvoorbeeld een cursus online doet of zo. Waarbij je informatie wat je kan leren en zo. Ja. Zulke dingen. Ja. Ja.
ik ben in mijn vrije tijd vooral gaan zoeken naar wat ik volgend jaar wil gaan doen. Ja. En ook wat ik daarvoor nodig heb, noem maar op. En dat is sociaal werk. Daar ben ik echt mee bezig op dit moment. Ja. Dat is mijn tijdsverdrijf eigenlijk. En waarom is dat knopje omgegaan in de coronacrisis of daarvoor al? Of ja, daarna? Nee, de maanden daarvoor eigenlijk al wel. Ik was een beetje, ik vond de opleiding die ik had vond ik niet zo leuk en zo. En toen wat deed je ook alweer voor opleiding? Logistiek teamleider. Ja. Logistiek teamleider? Yes. Ja, ik heb hem. Ja. 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 Even denken, wat doe je dan als je logistiek teamleider bent? Ja. Alle heftruckchauffeurs aan. Ja, zoiets. Ja. Ja. Je doet zoveel dingen. Als mensen vragen bij je hebben, dan komen ze naar jou toe natuurlijk. Dan moet je helpen, ondersteunen. Ja. Mensen begeleiden die dat nodig zijn. Mm-hmm. Dat soort dingen eigenlijk. Ja. Maar ja, en toen bedacht ik me die tijd van, weet je, een jaar geleden had ik eigenlijk heel iets anders voor ogen. Dat was sociaal werk. Waarom zou ik niet iets gaan doen wat ik echt leuk vind? Mm. Kijk, dit is leuk om nu geld te verdienen, die BBO-opleiding. Ja. Maar ja, als je daar niks aan vindt en je merkt altijd dat het werken zelf van, dit is echt niks voor mij. Ja, dan ga je toch wel nadenken. En dat heb ik gedaan. Mm. En uiteindelijk is naar sociaal werk geleid. Ja, Jochem, dat is hartstikke goed. Ja, dat is zeker goed, ja. Ja, goed bezig. Mm. Focus naar de toekomst, dat is voor mij nu belangrijk. Ja. Ik denk dat het wel een nuttige tip kan zijn voor iedereen. Ja. Met de toekomst bezig zijn. Dus goed. En dat nadenken. Ja. Ja. Dat is wel een knop die je om moet zetten. Mm. Maar als je eenmaal mee bezig bent, dan ga je misschien wel andere dingen bekijken en zo. En ja, dan ga je, wat je net zei, buiten je comfortzone. Mm. Ja, dan doe je nieuwe dingen op, inspireer jezelf om nog beter te worden in wat je wil en wat je doet. En echt ontdekken wat je leuk vindt. Ja. Het kan voelen als een verlies, toch? Van, je bent gestopt met je opleiding of zo. En je bent misschien bang van, wat vinden mijn vrienden daarvan, wat vindt mijn familie daarvan? Ja. En zeg maar ik denk dat zodra je die knop om hebt gezet van, ik ga nu dat doen. En dat je echt je hart volgt, hoe cliché dat dan klinkt, dat is juist echt een heel mooi iets. En dat vereist ook een zekere, je moet wel die knop durven doorhakken. En dat durft niet iedereen, weet je wel. Heel veel mensen zitten gewoon in een vast ritme van, oké, ik ben hier aan begonnen, ik moet dit nu afmaken. Mm-hmm. En ik doe maar wat er voor me verwacht wordt. Ja. Maar je kan daar ook doorheen breken en dan doen wij wat je zelf klopt, voelt. Waar je happy van wat, zeg maar. Ja, dat is heel mooi iets. Ja. Risico nemen is heel fijn om te doen. Dan dat zijn de beste stappen die je kan maken. Ja. Buiten je comfortzone treden, de beste stappen. Maar je hebt ook een andere tijd gekend natuurlijk. Ja. Dus ik kwam jou ooit tegen in volgens mij hadden we een afspraak bij Den Diek. Klopt, Er was wat hangjeugd. Klopt. En, ik zat te wachten. Er zou een groep van 6 jongeren zou komen. Ja. Een half uur later nog niks. 3 kwartier later nog niks. En toen kwam er 1 iemand binnen. Hoi. Dat was Jochem. Dat was ik. Maar die had dan wel zo het lef om dan in zijn eentje namens een hele groep toch maar te komen. Want dat vond hij wel netjes. Ja. Toen dacht ik, dat ziet Jochem. Weet je wel. We hebben toen al een goed gesprekje gehad. Klopt. Maar helaas was je alleen, dus je moest namens de groep praten. Dat was wat lastig toen. Ja, dat zeker. Maar dat was ons eerste contact volgens mij, hè? Klopt, klopt, klopt. Dat was contact eigenlijk altijd wel gebleven. Ja, gek genoeg. Je hebt nog bij ons een soort van stage gelopen. Ja, klopt. Via het Marianum, dat klopt. Ja. Ja, en eigenlijk heb ik jou gaandeweg wel een beetje zien opkrabbelen. Ja, dat klopt. Ik heb wel een paar keer zien neergaan. Had ook, maar dat hoort erbij, hè. Het is vallen en opstaan. Nee, flatline, dat doen we niet aan dit jongen. Nee. De meeste gaan zo. Ja. Ja. Daarom. Ja. Dat is. Dat is mooi. Dus dat zijn jullie tips. Even terug op die corona, op deze tijd. Ja, zeker. Wat moeten jongeren doen? Ja, dus het ontwikkelen van een skill. En vaak ben je natuurlijk geneigd om even nog een aflevering Netflix te kijken. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Maar denk er ook aan van wat voor content ben je aan het kijken, weet je wel? Ja. Ben je hersenloze dingen aan het kijken? Of weet je wel, of zeg maar, ik klink net als een van de pastoren. Wat valt onder hersenloos? Noemen ze dingen aanpakken, want dan ben ik mensen aan het beledigen. Maar gewoon alle dingen die je als een zombie kan kijken, waar je misschien niet over na hoeft te denken. Weet je wel? En tegenover bijvoorbeeld, podcasts over dingen binnen jouw interessegebied. Ja. Dus stel dat je beatmaker bent en een podcast over hoe je het beste beats kan maken, hoe je het beste kan netwerken binnen dat werkveld. Ja, en dat je daarna verder gaat in dezelfde flow in het beat maken. Of, snap je? Dus, dus dat je wel content kijken is natuurlijk nooit erg, maar kijk iets waar je ook wat aan hebt of zo. Iets wat je kan toepassen. Ja. Het hoeft niet per se ook direct over je werkveld te gaan, maar bijvoorbeeld over mindset of
Wat grappig, ja. Ja, toch? Ik hoorde daar, Isa, die had vorige keer ook over, dat zij wel eens podcasts over mindset en mindfulness en dat soort dingen volgt. Ja, dan ook gewoon op de fiets naar het werk of naar school of whatever. Ja. Ja, vind ik wel bijzonder. Ja, vroeger hadden wij dat niet. Toen ik kom uit 1981, dus ik ging in de jaren 90 naar school. Mm. Ja, toen hadden we cassettebandjes en een Walkman. En boeken. En boeken. Een hele tas vol. Je op de fiets lezen, of niet? Ja, maar dat waren andere tijden. Ja. Ook mooi. Maar ja, ik denk dat jongeren nu heel veel ter beschikking hebben. Wat ze zich helemaal niet realiseren. Dat is wel goed dat je het zegt. Ik heb daar niet zo over nagedacht. Maar je kunt veel vinden natuurlijk aan materiaal online. Wat, Dus mij ooit op de basisschool is dat ze mij gezegd. Of op Marianum was dat. Een telefoon is heel erg ook privacy. Want stel je voor je zit met je ouders op de bank. En je hebt je telefoon zo voor je. Dan kan alleen jij zien wat jij wil zien. Hmm. Maar je hoeft niet als je ouders bij spreken GTS te gaan kijken. Dan hoef je dat niet te volgen. Dan kun je gerust op je eigen telefoon je eigen ding doen. Dat is ook denk ik wel belangrijk voor jongeren. Maar dat snappen redelijk veel mensen niet. Want ja, mensen denken allemaal dat het alleen maar onzin, domme filmpjes en noem maar op. Maar ja, het is zo'n stukje privacy, weet je, wat je hebt eigenlijk met de telefoon. Ja, maar je bedoelt dat het belangrijk is voor jongeren, hun eigen wereld. Ja, ja. Ja, want wie wilde nou niet, of wie, de meeste mensen, sommigen heel veel luisteren van hun ouders en zo. Mm. Maar ja. Je moet, op een keer moet je op je eigen benen gaan staan. Ja. En ja, de eigen wereld is daarin zeker belangrijk, ja. Ja, ja. Zeker. Hey, Zoho, jij noemde een heel aantal dingen waar je mee bezig bent. Een heel rijtje aan, ja, eigenlijk losse hobby's, haast functies. Ja. Iets bij een platenlabel. Mm-hmm. Rapper. Regisseur heb je ook nog gezegd? Ja, het regisseren van projecten. Okay. En daarbinnen heb je weer losse projecten die ik dan, zeg maar... Het is ingewikkeld. Laten we beginnen bij het begin. Ja. East Wave. Kun je dat toelichten? Ja, en dan wil ik even beginnen bij het helemaal begin. En dat begin. East Garden. East Garden. En East Garden is het label dat ik heb opgezet met een aantal vrienden. En dat was omdat ik merkte dat die vrienden van mij een gave hadden. Gewoon, ze zijn heel goed met muziek maken. Allemaal op hun eigen manier. De ene is goed in produceren. Hm. De ene is goed in dat. Maar ze hielden al hun... kunst voor zichzelf, zeg maar. Ze hebben het niet gedeeld met de buitenwereld. Dat was een bewuste keuze. Omdat ze zoiets hadden van... weet je wel, ja, wat wordt mijn eerste plaat? En ik wacht op het goede moment. En allemaal barrières die ze voor zichzelf hadden opgezet. En wij hebben toen samen bepaald van... Nee, we zetten het juiste moment op nu, zeg maar. Hmm. En vanaf nu gaan wij naar buiten treden als artiesten. Dus we hebben die drempel voor ons verlaagd. En zijn we door deze samenwerking aan te gaan... zijn we gaan knallen, zeg maar. Ja, ja. En via dat netwerk ben ik andere hip-hop artiesten tegengekomen. Dus mijn label is, zeg maar, EDM en hip-hop. Ook EDM, oké. Ja, ja, ja. Maar ik ben dus terechtgekomen ook in een hip-hop netwerk. En daarmee hebben we dus events georganiseerd, een album gemaakt. Eigenlijk allerlei verschillende dingen. Dat is East Wave. Dus je hebt hier in Lichtenvoorde hip-hop artiesten, maar je hebt ze ook in Doetinchem. In die Dam, Winterswijk, waar ik vandaan kom. Ja. En dat hebben we allemaal bij elkaar gegooid. Jip en Stijn? Jip en Stijn bijvoorbeeld. Ja, die hebben zich er nog niet zo bij betrokken. Ze zijn natuurlijk altijd welkom. Jip en Stijn, als jullie dit zien, stuur me een DM. Want jullie zijn altijd welkom. maar tot nu toe zijn die nog niet erbij betrokken. Maar in ieder geval heel veel Achterhoekse hip-hop artiesten. Ja. En we zijn gewoon echt een scene aan het creëren. Want al die mensen werkten alleen, snap je? Ze werkten voor zichzelf in hun eigen home studio. En door het netwerk op te zetten... hebben we iets groots, iets krachtigs neergezet, wat hopelijk een impact gaat hebben. En een netwerk, betekent dat dan natuurlijk vergaderingen hebben, of is het echt een digitaal iets? Het is hoofdzakelijk digitaal, maar we hebben een 24/7 vergadering lopen, zoiets heet een WhatsApp groep. daarin worden ideeën gedeeld, artworks, feedback gegeven, gebeurt van alles. Ja. We komen natuurlijk ook wel fysiek in de vergadering. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Dat ook. Bijvoorbeeld de eerste keer dat we bij elkaar kwamen, hebben we besproken van, ja, we gaan een album opnemen, daar hebben we een schrijverskamp dan voor gedaan. Een weekend lang hebben we in Doetinchem, bij de Guitpoort Cultureel Centrum, overnacht. Okay. Daar hebben we met 7 producers, die dus allemaal een eigen studio hadden, en meer dan 20 Achterhoekse artiesten, een heel album gemaakt. Clips geschoten, gemixt, mastered, van alles gedaan. Gewoon kunst gemaakt eigenlijk. En dat komt dus in de vorm van een album met een aantal videoclips, komt dat dit jaar als goed is uit. Oké.
Dus heb je eigenlijk een ingrote collaboration, die featuring die. Exact, ja. En dat album telt 11 tracks, 11 super vette tracks die echt allemaal in het weekend zijn gemaakt. Hmm. En dat is iets waar, ik denk ik en al die artiesten met mij heel trots op zijn. Ja, kun je wat artiesten noemen die ook, wat jongens die daar ook in participeren? Of zitten er ook meiden erbij? Nee. Meiden zijn natuurlijk, ze zijn natuurlijk altijd welkom, maar ze hebben zich nog niet aangedragen. Ik weet ook niet in hoeverre de rapsters of echt zangeressen die zelf teksten schrijven, zelf muziek maken. Natuurlijk altijd, ze kunnen natuurlijk altijd berichten sturen. Maar voor nu bestaat die scene een lichte voorde uit Gato. In Winterswijk heb je bijvoorbeeld Jeetje, mezelf, Zorro. Ja. Didam heb je Conne, Vassenveld, Pepi, Aalten heb je Silo en Mekkum. Silo en Mekkum. In Terborg heb je Sultan. Je hebt eigenlijk overal heb je wel iets zitten. Yeah. Ja. En zoals ik zeg, we waren allemaal voor onszelf bezig en we willen die krachten nu bundelen. Ja. Jullie gaan ook als collectief op pad straks weer mag de zalen af? Of dat zou super tof zijn. Ik kan niet beloven dat iedereen uit het collectief ook echt dan op podium gaat staan. Dat wordt nog even passen en meten. Mm. En we kijken hoeveel animo daarvoor is te zijner tijd. Maar dat is zeker wel deel van de planning, ja. Ja. Ja, ik heb helaas dat jullie moesten een tijd terug, gaat iets wisselen, ook een project in Den Diek, hè? In Lichtenvoorde. Ja. Ja. Ik ben daar niet in geweest, maar een vriend van mij wel. Die vond het wel een heel vette avond. Ja, ik ben die gast is over de 50, hè? Dus, ja. Ja, en die vond het echt serieus en best wel heel vet. Hij zegt, ja, deed me wel weer een beetje denken aan de oldschool hip-hop van vroeger. Weet je, de Osdorp-passie en de opgezwollen. Het gevoel, zeg die maar. Die vibe, het ja. Het gevoel dat je... Dat zag ik ook aan de poster namelijk. Ja, het is klein, er is veel samenhorigheid. Tenminste, bij dat event. Ja. En dat is een... Die sound die op dat event is geweest, is een hele specifieke sound, zeg maar. Ja. Die, dus bepaalde jongens uit binnen het East Wave, binnen onze movement eigenlijk hebben... Ja, maar er zijn heel veel verschillende, weet je wel? Ja. Dus dat is maar een deel van wat wij te bieden hebben. Ik zag die poster, dat weet ik nog. Is dat een metal festival? Ja, het zag heel zeker. Metal uit. Ja, het is heel vaag en wavy en eigenlijk heel kunstachtig. Super vet, man. Ja, zeker. Okay. Ik ben fan in ieder geval. Ja, leuk. En jij was daar niet bij of wel bij? Of ik was daar niet bij, nee. Ik had, die avond was, als ik me niet vergis, was Badder tegen Rico. Ja. Klopt. Ja, en ik was daar in het stadion, dus ik ben daar naartoe gegaan. Was van korte duur, hè? Ja, zeker. Maar het was elke minuut waard, ja. Ja? Het was echt geweldig, ja. Okay. Maar dat event was ook geweldig. Ja, dat tenminste, dat heb ik gehoord. Volgende keer als het weer komt, als het ooit weer mag en kan, dan ga ik zeker een keer komen kijken. Ja, top, man. Hey Jochem. Ja? Heb je ook zo'n hoogtepunt meegemaakt? De moraalridder. De moraalridder, ja. Dat vind ik ermee, ja. Ja, daar is het wel een beetje mee begonnen ook, hè? Ons eigenlijk wel, ja. Extreme, regelmatige contact, zeg maar. Klopt, ja. Klopt. Kunnen jullie misschien uitleggen wat dat precies is? Ja, dat is wel handig, want als je dit luistert en je weet het niet, dan heb je geen idee wat de moraalridder is. Ja. Ja. De moraalridder is eigenlijk een figuur, wat eigenlijk wat we allemaal wel hebben, zeker als je wat ouder wordt... Dat je dan de moraalridder wel eens gaat uithangen op een verjaardag of zo. Ik ben een moraalridder trouwens. Ja, ben je er eentje? Ja, zeker. Ja. En ouders die gaan steeds minder vaak naar informatieavonden, oude avonden. Omdat ze druk zijn, laten we dat voorop stellen. Maar ook omdat ze er niet altijd zin in hebben. Ouders werken vaak beide. En die zet ik even uit. Dan heb je zoiets georganiseerd vanuit jongerenwerk of vanuit school. En dan zitten 10 man, 20 man. En dan heb je een spreker die kostte 500-600 euro. Die is hartstikke ver van Amsterdam hier naartoe gekomen om een interessant verhaal te vertellen over x onderwerpen. Of een onderwerp. Ja, en dan zitten ze er niet. Dat is pijnlijk, dat is jammer. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ja. En de moraalridder is dus die persoon die altijd zo irritant weet hoe het wel moet. Nou, toen dachten we, als we nou zo'n soort figuur grappig maken... als een soort boegbeeld van preventie voor ouderen... voor ouders, sorry, en verzorgers... ja, dan hebben we misschien wel iets leuks te pakken. En toen dachten we, nou, dan maken we daar gewoon een ridder van. Met een zwaard en een schild. Oh, okay. En die gaat mensen te grazen nemen... op het moment dat ze de wet overtreden, zullen we maar zeggen. Dus iemand staat ergens te roken waar het niet mag... of iemand is drugs aan het snuiven... en dan komt hij even met zijn zwaard en dan hakt hij die... slaat hij die drugs van de tafel of zo.
Nou, met dat idee... Komt hij dan met one-liners of gaat hij zijn lichaam... Ja, dat is echt heel cheesy en zo. Ja, I love it. Het staat allemaal op internet. Oké. En daar volgt altijd een soort webinar op. En dat is een soort livestream wat we dan doen. En dan kunnen ouders dus meekijken met een digitale oude avond. Dus de moraalridder is dan gewoon Bart. En Bart is dan de presentator. En die krijgt twee gasten aan zijn desk. En die gaan gewoon naar de mensen thuis informatie geven. Kan over drugs gaan, over seks, of alcohol. Oké, vet. Maakt niet uit. Het is een beetje de moderne manier om oude avonden te organiseren. We doen het dan vanuit Marianne, vanuit de huiskamer. Dat is een soort jongerenwerk in-house in de school wat wij daar hebben. En het idee is om deze podcast ook straks daar te gaan doen. Oké. Dus vanuit hier, vanuit deze uitzending, de vorige uitzending en de komende uitzending, hoop ik dat jongeren denken, hey, vet, ik wil ook wel een keer op bezoek bij de podcast van Mazzel. En wellicht kan ik dan ook mijn verhaal vertellen. Ja, dus zodoende dachten we van, nou, misschien is het wel leuk voor Jochem om mee te doen. Ja. En Jochem zegt, ja, ik moet niet zo'n hele grote rol hebben, ik moet niet te veel tekst hebben. Dus we dachten, dan laten we Jochem gewoon altijd één one-liner doen. En dat is altijd, wow, wat een strijder. Als de brouwer er dan wegvliegt naar zijn daad, zeg maar. De legendarische tekst. Het zou ook iconisch zijn als de moraalridder gewoon niks zou zeggen, toch? Dat zou ook wel hard zijn. Zou ook iconisch zijn, maar het moet wel echt een moraalridder zijn. Dus hij moet wel wat zeggen. Hij moet wel wat zeggen, ja. Maar het is, we zijn ermee mee bezig om dat steeds verder te fine-tunen. We zijn maar ergens begonnen, net als hier met die podcast hier, weet je wel. Je moet ergens beginnen. Mm. En een gesprek, we zijn nu alweer een half uur op weg. Gaat snel. En we hebben maar een uur. Dus we moeten nog veel bespreken. Ja. Nou, we laten het even, COVID even voor wat het is. We hebben Eastwave even besproken. Dat vind ik wel mooi. Ik denk dat ik er nog wel even op terugkom. Okay. De moraalridder hebben we besproken. Maar dat heeft voor jou wel het een en ander gebracht ook, hè? Ja, dat zeker. Mensen die waarvan we eerder dachten dat ik altijd een wat minder of slechter jongen was. Of iemand die slecht invloed had op iemand. Dachten van ik, kijk, hij is met goede dingen bezig. Ja. Dus dat is helemaal niet zo. Ja. Dus dat heeft mij zeker veel goede dingen gebracht. Ja, mensen vinden het ook echt leuk. Natuurlijk, ze hoeren er wel mee. Maar alsnog, ik neem het allemaal voor lief en ik vind het gewoon grappig om te doen. Dus waarom zou ik dat niet doen, weet je? Juist. Ja. Dankjewel. Ja, en dat je dan gaat acteren. Dat zijn eigenlijk andere dingen. Fuck, hij doet dat wel. Dat wil ik eigenlijk ook wel, maar ik durf dat niet. Want ik vind iemand er iets van. Maar dat is bij jongeren, is dat zo? Ik heb dat gevoel een beetje gekregen dat er sinds een jaar of 10 of zo er minder subculturen zijn. Ja. Is dat zo? Ja, ik denk het zeker ook. En wat ik net besprak met dat als collectief naar buiten te treden als muzikanten, komt denk ik ook wel, die behoefte van de muzikanten om als collectief naar buiten te treden, die komt denk ik ook wel een beetje van je wil niet in je eentje, zeg maar, die inner rapper zijn, weet je wel. Of zeg maar, je wil eigenlijk niet. Dan ben ik meteen solo, hè, vaak. Ja, precies. En dan, ja, inderdaad, en dan... En dan ben je ook maar alleen en dan denk je van, hoe kijken die mensen naar mij, weet je wel? Ja. En ik denk dat heel veel jongeren niet uit hun comfortzone durven te stappen om die reden. Wat gaan ze dan van mij denken, weet je wel? Mm. En dat is juist belangrijk, denk ik, dat je daarvan afstapt, van die mindset. En zodra je dat één keer hebt gedaan, kun je dat eigenlijk kun je die lijn doorzetten. En dan kom je steeds dichter bij je echte zelf. Heb je daar lang over gedaan? Daar heb ik echt al lang over gedaan. Op mijn 16e ben ik dus eigenlijk gaan vloggen. Echt waar? Ja, is dat terug te vinden? Nee, ik sta nog op één video van de eerste Dutch YouTube Gathering ooit. Toen was ik een vlogger. Ja, toen was ik een van de eerste Nederlandse vloggers. Voor Knol? Samen met Milan Knol. Dus de broer van Enzo Knol. Echt waar? Ja, daarmee was ik samen op die YouTube-gathering. Ik had ook één kanaal met hen allemaal en dat is allemaal uitgelopen op een fiasco. Maar in ieder geval, destijds heb ik mezelf al gedwongen om uit die comfortzone te stappen. En maar had het dan ook zo kunnen zijn als je ermee door was gegaan, dat je net zo groot was geworden als een Enzo? Ik denk er liever zo min mogelijk over, maar die kans is zeker aanwezig. Oeh, dat was een pijnlijk puntje. Nee. Het is, uiteindelijk is het de manier gegaan waarop ik denk dat het moest gaan. Want ik denk, muziek is ook mijn eerste passie. Entertainment en vloggen. Hmm. Weet je wel, ik kijk er niet naar, ik heb er eigenlijk niet zoveel mee. Muziek is wel echt het ding. Dus uiteindelijk ben ik wel zo terechtgekomen als dat ik het moest. Maar zeg maar, om het in perspectief te zetten. Ja. Destijds de allergrootste vloggen was Milan Knol, dus de broer van Enzo Knol. Mm-hmm. Die had destijds 7000 abonnees. Waar dat nu echt waarschijnlijk wel over die miljoen gaat. Ik weet het niet eens, ik volg het niet meer. Nee. Hij had destijds 7000 en ik had er 2000.
Dus zo. Ik was wel in, zeg maar, de... 2000 is ook best veel. Het was destijds echt wel heel wat, ja. 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 Maar ja, nu zit ik hier. Ja, nu zit je hier. We hebben 0 volgers op dit moment. Jongen, komt allemaal nog. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ja, maar jij hebt ook wel zoiets doorgaan, zoals een transformatie, toch? Ja, 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 dat zeker. Ik heb geleerd om uit mijn comfortzone te stappen. En daarbij gewoon geen enkele shit meer te geven van wat anderen van je vinden. Hmm. Van ja, uiteindelijk je moet je zo gelukkig maken. Ja. En ja, anderen kunnen je een gelukkig gevoel geven, maar ze kunnen niet echt... Je kunt niet het aan anderen overlaten wat je zelf wil zijn. Nee, dat kan niet. Was het daarvoor wel dan dat je iemand was voor een ander of zo? Nee, ik weet niet. Ik heb mezelf nooit echt een meeloper of zo gevonden. Mm. Heel eerlijk gezegd. En ik weet niet, misschien vinden mensen mij wel een meeloper. Ja, het zal wel. Maar ik maak het niet meer uit. Nee, dus, dan ben je geen meeloper. Ja, nee, daarom inderdaad. Maar ja. Goed, misschien vinden andere mensen het wel, maar alsnog ja. Niet mijn probleem. Want je had nog wel eens last dat jij de problemen vond of de problemen jou. Ja, klopt. Weet je, mensen die... Zijn veel deze tijd op testen en uitdagen, weet je wel. En ja, heb je wel zo'n conflictje. Wat echt gaat nergens over af en toe. Maar goed, dat zijn zo. Er zijn er wel. Ja. Ging dat om het verdedigen van je ego? Of? Nee, het is vaak meer mensen die... Kijk, we zijn allebei redelijk grote jongens, toch? Hmm. Als jij in de City Little, ik weet niet, zoiets staat, weet Jochem, in de mic, hè? In de mic. Oh, ja. In de mic. Als je bij City Little of zo staat op een uitgaangelegenheid, je hebt vast wel mensen die tegen je aan de beuken of whatever. Toch? Ja, weet je, ja, dat zijn vaak die wat kleinere mensen. En, hallo, hallo. Ja, nee, sorry, maar goed. Ja, dat soort mensen die vinden het altijd nodig om de man uit te hangen, weet je wel. En dat ze zichzelf dan proberen te testen om te bewijzen aan jou, weet je zo. Mm. Ja. Ja. En daar had je dan, in dat soort situaties kom je vaak terecht. Ja, redelijk vaak wel. Dat nou, vaak kan het dan uitmonden in... Ja, soms wel, soms niet. Weet ja. Je, ja. Ja, sommige mensen kun je testen, anderen niet. Dat nee, daarom. Dan, maar goed, weet je wat het is? Ik heb niks te bewijzen. Hun zijn dat diegene willen bewijzen. Ik heb niks te bewijzen. Hmm. Als ik ermee wegloop, dan verlies ik er niks mee. Want hun willen ze bewijzen, ik niet. Dus ja. Wie is de grote winnaar dan als die wegloopt? Ik of hij? 100%, ja. Daarom. Vechten is nooit, nooit. Dus daar ben je nu achter? Dat Ja, daar ben ik nu zeker achter. Ja. Het is beter om een mondeling uit te praten dan om met geweld of wat dan ook, toch? Je kunt alleen maar in de problemen komen. 100%. Ja. Hey, over problemen gesproken. Het drugsgebruik schijnt fenomenaal te zijn. In Nederland, maar ook in de Achterhoek. Constateren jullie dat? Want ik lees dat dan in de krant en mijn onderbuikgevoel zegt dat, als jongerenwerker. En in gesprekken met jongeren hoor ik ook eigenlijk dat het een soort van nieuwe normaal is. Wij dachten dat het in de Achterhoek valt dat wel mee. Met het ene drugslab naar het andere wordt opgerold. Vragende bijvoorbeeld. Waar cocaïne volgens mij werd droog gemaakt uit pakken sinaasappelsap of zo. Wat? Ja, okay. Dat is al een ander vaag verhaal wat niet klopt waarschijnlijk. Maar wat vinden jullie daarvan? Ja, ik heb ooit gelezen dat ze in de... En een artikel was een stuk over lichte vorden. Dat daar 60-70% van de jongeren gebruikte. En daar had ik het ook nog wel eens met andere mensen over. Mm. En dat hoorde ik ook dat in hun steden, dus Alten, Groenlo, Winterswijk, dat ook wel redelijk veel gebeuren. Maar ja, drugs zijn om te feesten eigenlijk en niet om te misbruiken. Yeah. En het is maar net wat je... Het is inderdaad het nieuwe normaal geworden, daar ben ik het met je eens. Dat hoorde ik ook wel vaker. Maar ja. Ik zeg altijd maar, iedereen moet doen wat hij zich goed bij voelt, toch? Ja. Als jij het nodig vindt om zoveel te snuiven, dan snuif je zoveel. En als je dat niet nodig vindt, dan doe je dat niet. Ja. Dat is je eigen keuze. Ja, maar omdat veel ouders, wat volwassen mensen, hè, zeg ik dan maar even, 6-jarig misschien een beetje, maar die zeggen van, drugs en dat is een heel groot probleem, is heel erg en zo. En omdat het natuurlijk ook vaak gepaard gaat met verhalen, van mensen die er dood aan gaan. En, mensen kennen het niet, ze weten de uitwerking niet. Dat wordt ook hard drugs genoemd, terwijl alcohol is er natuurlijk ook. Vinden jullie, of jij hebt daar natuurlijk een mening over, maar wat vind jij? Is dat zo? Is die zorg terecht? Of? Ik vind dat de zorg over drugs zeker terecht is. Ja? 100%. Vooral als ouderen zou je eigenlijk bewust moeten zijn over wat je zoon of dochter gebruikt, wanneer die doet, waarom, en vooral waarom die doet. Ja. En als die reden is om gezellig te zijn of zeg maar gewoon met een vriendengroep te zijn, en dan is het goed. Maar als het wel is om de realiteit te ontvluchten of zeg maar, het is niet eens erg om de realiteit even te willen ontvluchten, maar het hoeft niet elke dag, zeg maar. Ja. En als je merkt aan je kind of degene waarvoor je zorgt dat hij vaak probeert de realiteit te ontvluchten. En ook
ook dat hij of zij, zeg maar, slecht in zijn vel zit, dan is het belangrijk dat je daar met diegene over praat, denk ik. Ik denk zeker dat het voor ouders belangrijk is om... En daarin geldt dat je open erover moet zijn. Dus denk ik, hoe je daarin staat. Nou, ik heb jij dat eerder al gezegd, was ja, maar, ja. Ja, ik vind wel, als jij drugs gebruikt, dan moet je wel open eerlijk zijn naar je ouders toe. Maar het vaak, wat ik vaak hoor, is dat het misgaat bij hoe de ouders hun kind aanspreken. Ja. Want de meesten die worden heel boos en ja, je moet dit en je mag niet en je mag niet. Maar waarom zou je... Ik snap dat je boos bent, maar op het moment dat jij boos bent op iemand, dan wordt diegene ook chagrijnig en heeft diegene geen zin meer om te praten en dat soort dingen. Maar als je nou eens vraagt van hoe was het? Wat vond je ervan? Wat heb je gevoeld? Dan gaat hij zich ook anders voelen daarover. En dan merkt hij van, ja, misschien is het toch wel fijn om met je ouders erover te praten. Ja. Als je gewoon de juiste vragen stelt, dan kraak je het vanzelf. Zo zie ik het. Ja. Ah, goede tip, denk ik. Dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Ja, 100%. Ja. Ja. En dat zouden we dus eigenlijk ook mee moeten geven als het gaat om informatie naar ouders. Dat denk ik, ja. Zeg maar dus, het onderhouden van een open... Ja, in ieder geval het stimuleren van een open gesprek over drugs. Ja. Kun jij dat thuis? Ja, ik kan met mijn ouders erover echt alles kwijt, ja. Ja, dat is fijn. Ja, zeker. Ja, heb jij dat ook? Ik wou het nooit. Je wou het nooit? Ik wou het nooit. Okay. Ik vond het niet, ik was er niet prettig mee eigenlijk. Okay, dus je geeft eigenlijk ook een tip aan de jongeren nu om dat wel te doen. Ja, dan. Dat is wel de beste manier om te praten. Hoe meer je praat met je ouders, hoe meer er vertrouwen ontstaat. Dus denk ik, ze vinden het misschien niet goed wat je doet. Nee. Maar ze houden wel van je. Dus ze zouden je nooit zomaar flikker huis uitzetten of whatever, weet je. Als het goed is. Als het goed is, ja. 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 Als het goed is wel. Ja. Dat zeker. Ja. Maar het nieuwe normaal is aanwezig. Ja. Jullie komen waarschijnlijk meer op plekken. Discos, clubs. Ja, nu op dit moment niet natuurlijk, maar voor de crisis. Nee, ik niet. Nee? Ik ben niet van uitgaan, zeg maar. Ik zit liever alleen. Of ja, niet alleen per se. Niet alleen, maar... Dus je hebt net een collectief opgericht. Nee, ik zit het liefste met mensen. Ja. Maar dan in een situatie waarin ik een normaal gesprek kan hebben, waar ik niet... 10 minuten lang moeten wachten tot ik drinken krijg, waar ik zelf de muziek kan bepalen, waar de muziek ook niet te hard staat, waar ik de muziek zelf omlaag kan zetten, waar ik niet heel veel ritme. Ja, gezellig clubje, denk ik. Jochem wel, toch? Jij gaat wel uit. Ik ging uit, Ik ging uit, ja. Nu de laatste tijd wat minder, omdat die crisis zijn niks meer open. Ja. Maar ja, laten we zeggen, het nieuwe normaal was wel aanwezig, Dat kun je wel zien. Ja. Dat kun je echt wel zien, Absoluut. En... kun je dat ook zo obvious zien dat je dan kan zien in de wc's en dat soort dingen? Wat er, absoluut. Dat kun je zeker merken, Okay. Ik praat niet te veel over wat er in de lichte vorm van ontsteken gebeurt, maar ik zag alleen, je kunt het veel zien. Ja, goed, ik ben wel benieuwd. Is het dan, wiet of speed of cocaïne of miauw schijnt heel populair te zijn. Een soort afgeleide van, heb ik gehoord. Mm. Weet je, het is maar net waar je mee bezighoudt. En als mensen, het is niet dat je kan zien aan mensen van wat je precies hebt gebruikt. Tuurlijk, als iemand gesnoven heeft, dan ziet het heel anders uit dan iemand gebloot heeft. Ja, ik zie het wel als iemand gesnoven heeft. Ja, dat is ook wel duidelijk te zien. Maar, En je constateert dat al lang, zeg maar? Of, want je zegt dat je 18 bent, toch? Ja, ik ben 18, ja. En hoe lang constateer je al dat drugsgebruik op PC's en dat soort dingen? Ik denk een jaar tot drie kwart jaar geleden vanaf toen. Heb ik het echt gewoon zelf gezien van dat het toch echt aanwezig is. Ja. Absoluut. In grote mate, zeg maar. Grote mate wil ik niet zeggen. Het ligt toevallig niet zo'n groot dorp. En dat is het enige waar ik veel uitging. Dus dat is waar je dat ziet. Ja. Okay. Ja, Winterswijk moet nog gekker zijn, heb ik gehoord. Maar... Daar ben ik nog uitgegaan. Ik heb krantenartikelen wel gezien. Voetbalverenigingen en zo. Ja, Daar in die kantines heel veel mis aan het gaan was. Ja. Maar ik hoor zeker ook verhalen van de lokale... uitgaansgelegenheden, de kleine gelegenheden waar ook natuurlijk wel het een en ander gebeurt. Maar ik denk ook dat het dan niet meer dan normaal is als ik ook jouw verhalen hoor. Alleen je moet, zeg maar, de kans dat je als jongere in die wereld terechtkomt is natuurlijk groot. Ja. Alleen je moet een eigen manier vinden om je er doorheen te manoeuvreren. En die moet eigenlijk het beste is als die wel gezond is, toch? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. En ik zeg ook niet dat het drugsgebruik goed is. Nee, 100%. Absoluut niet. Ja. Maar ik vind wel, als je iets wil gebruiken, en je doet het één keer, in de maand, één keer in anderhalve maand. Ja, waarom zou je dat dan niet doen? Ja. Het is zo erg is het ook weer niet. Ja. Ja, okay, denken jullie dat er een, dat in die zin, dat de war on drugs zin heeft? Nee.
Nee, zeker niet. Nee. Maar ja, zeg maar, ik... ja, ik dat is gewoon een legitieme vraag. Ja. Overal ter wereld zijn ze het aan het doen. Uh-huh. Maar het is nog steeds niet weg, natuurlijk. Ja, het is niet weg, omdat de vraag blijft. En zolang er vraag is, heb ik geleerd, is er ook altijd ergens aanbod. Ja. En er is natuurlijk ook speculatie over dat de war on drugs andere motieven heeft. Mm. Welke? Welke bedoel je? Ik wil daar niet super diep op ingaan, maar... Dat is heel filosofisch. Heeft te maken met olie, wereldmacht. Ja. En dat soort dingen, weet je wel. Mm. En ik weet er de fijne puntjes niet van, want ik denk dat er niet veel mensen dat weten. Nee. Maar de war on drugs, ik weet niet, ik denk sowieso dat probleem, zeg maar de war on drugs, dat is sowieso iets waar wij niet echt veel invloed op hebben of veel mee te maken hebben. Nee. Ik denk dat het lokale belangrijker is en hoe, zeg maar, de impact op jongeren dan, in dit geval vooral. Ja, en als er dan af en toe gaat het gewoon mis en dan is het heel, heel hot item natuurlijk. Mm-hmm. En ja, ik zit dan wel eens te denken van, wat moeten we jongeren dan aanbieden? Weet je, daar zijn ze nu nog niet helemaal uit, hè? Welke voorlichting moet je jongeren bieden als het gaat om drugs? Weet je, er waren tijden, dan kwamen ze met een drugskoffer op school en dan werd verteld, nou, dit is hash, dit is wiet, dit is cocaïne, dit is heroïne. Ja, dan zeggen die kinderen, wist ik al. Ja, soms wel. Maar wat moet je kinderen, weet je, we zijn echt op zoek naar van, wat zouden jongeren dan willen weten? Weet je, wat zou zinvol zijn? Jullie zijn nu ook al iets ouder, je zit niet meer in de eerste, tweede klas. Om pubers mee te geven. Als je zoiets wil maken, zo'n voorlichting, dan vind ik dat je over de straat heen moet gaan. En gewoon mensen moet vragen van wat vind je ervan en hoe moeten mensen dat aanpakken. Als je iets wil weten, als je iets wil weten van hoe je het best aan kan pakken, dan moet je bij die persoon zijn bij wie je het aan wil pakken. Hmm. Dus, maar wat bedoel je met aanpakken? Gewoon als jij, hoe je dingen moet aanpakken. Als jij een voorlichting wil geven over drugs. Ja. En dat moet bestaan uit een aantal onderdelen. Mm. Dan vind ik dat jij die onderdelen vooraf al besproken moet hebben met, ik noem maar wat, 15.000, 10, 20.000 jongeren die zo'n petitie online of wat dan ook invullen, wel serieus natuurlijk. Mm. Dat ze ook kunnen zeggen van ja, dit en dat moet inkomen. Dan heb je een beter beeld van wat hun willen en dat kun je dan weggebruiken om het echt te gaan presenteren eigenlijk. Ja, maar ja, het moet natuurlijk geen handleiding worden voor drugsgebruik. Nee, dat zeg ik ook niet. Dat is niet wat ik bedoel te zeggen. Niet? Nee? Een handleiding voor drugsgebruik. D66 ziet dat wel zitten, denk ik. Ik denk het wel. Ja. En ik heb dat vorige keer gestemd, dus nee. Oh. Ik stemde ook zomaar wat. Ik weet helemaal niet zomaar. Ja, ik heb zo'n test gedaan, weet je wel, van... Stembijs. En op basis daarvan, ik wou niet participeren. Dus ik dacht, dan doe ik gewoon zo'n test en dan doe ik het even. Waar was ik? Ja, een handleiding. Mm. Dus verschillende soorten drugs moet je op verschillende soorten manieren gebruiken. Mm. En het is wel, er moet eigenlijk wel een soort van richtlijn zijn voor de manier waarop je het gebruikt. Ja. Ik denk, door transparantie te bieden en door het bespreekbaar te maken, dus ook misschien door middel van zo'n handleiding, dat je dan misschien juist wel op positieve manier benadert. Een beetje wat spuit en slikken heeft gedaan. Ja, wellicht. Ja, eigenlijk wel. Maar zou het niet, daar heb ik het wel eens over gehad met een collega van mij, zou het niet een beetje zo zijn doordat we eigenlijk de programma's aan spuit en slikken hebben opgetuigd dat het drugsgebruik genormaliseerd is daardoor? Omdat het zo... Ja. Weet je, daarvoor was het niet op televisie. Was het echt een... In de jaren 90 had je dan zeg maar gabbers, die waren dan aan de speed of de pillen. En ik was dan hardrocker en wij deden dat niet, want wij deden dan een drankje en af en toe een blootje of zo. Mm. En dat was echt heel ver van ons bed. Volgens mij is dat nu heel dichtbij voor iedereen. En is het niet meer een specifieke groep die het gebruikt. Ja, dus volgens mij en dan is... vraag ik me af. Inderdaad, zeg maar, die wereld is veel inzichtelijker geworden en... zeg maar, de informatie ligt ook dichterbij en de communicatie over drugs is denk ik ook meer geworden. Maar dan is de vraag ook, in hoeverre is dan het drugsgebruik gestegen in die tijd? Of juist gedaald? Snap je, dat zou je dan eigenlijk erbij moeten hebben. Want dan weet je welke van de twee werelden eigenlijk optimaal is. Ja, volgens mij zeggen de statistieken dat het flink is toegenomen. Toegenomen? Ja, het alcoholgebruik is gedaald. Okay. Dat komt natuurlijk door NIX18 en... Nou, de eeuwige campagnes die we aan het voeren zijn. En uiteindelijk zie je dan... Rokers zijn ook minder geworden. Ja. Zou het gewoon een alternatief zijn van die twee? Hmm.
Het is, jij kunt daarover mee praten misschien. Het is ook redelijk makkelijk verkrijgbaar, heb ik wel begrepen overal. Ja. Dus die had voor iedereen wel, kijk dit, kijk dus, kijk zo, weet je wel. Alles is zo. Dus op de kant las ik een keer dat het makkelijker is om drugs te gaan kopen dan om een pizza om de hoek te gaan halen. Ja. Dat hoorde ik een keertje. Ja, ook qua bezorgdheden. Ja, dat ook, ja. dat lees ik ook in de krant, weet je. En dan denk ik bij mezelf van ja, als dat zo makkelijk gaat, dan is het toch wel logisch dat de reden is waarom dat alcohol en waarom dat alcohol naar beneden gaat en waarom die drugs omhoog gaat. Ja, drugs is ook goedkoper relatief, heb ik me laten vertellen. Ja. Je kunt minder geld, meer plezier hebben. ja, ja. Als je die prijzen, misschien is dat ook een motief voor jongeren. Ja. Ja, als je die prijzen allemaal leest in die kranten, als het over Telegram hebben, ja. En dat die prijzen allemaal ziet staan, dan denk je bij zoveel van ja, dat is goedkoper dan een fles champagne of een fles whisky, weet je. Mm. Ja. Ja. Ja, ja, klopt. Ja, bijzondere tijden dus, ja. Wat dat betreft. Hoe staan jullie dan in daarin van eigenlijk gebruikt een groot deel van de Nederlandse bevolking misschien wel drugs, of jongeren dan in ieder geval. Maar het is nog steeds illegaal. Ja. Wat vinden jullie van het normaliseren van drugs of van het legaliseren? Wat vinden jullie van die hele discussie? Denken jullie dat dat een goed idee is? Ik vind dat zelf een zinvolle discussie. Maar vooral omdat alcohol ook legaal is. Ja. En dat doen we ook allemaal. Dat doe ik allemaal veel te veel. Ben ik zelf ook schuldig aan. Weet je, ik denk dat heel veel Nederlanders drinken te veel. Uit gezelligheidsmotieven, zeg maar. Mm-hmm. Zeker hier in de Achterhoek staan we altijd op nummer 1. Mm-hmm. Dat zijn niet alleen de jongeren die op nummer 1 staan. Dat zijn ook generaties daarboven die op de kermissen die cijfers bij elkaar drinken. Ja. En, dus ik vind het een beetje hypocriet om dan te zeggen, je mag geen drugs gebruiken. En er komt nog bij dat de generatie van de dertigers, veertigers van nu komen uit de jaren 90, waarin dat drugsgebruik eigenlijk is uitgevonden. Mm. Dus ja, veel van die mensen zijn daar ook wel groot mee geworden. Dus ik vind het een lastige discussie. Want aan de ene kant wil je natuurlijk jongeren beschermen. En ik weet niet wat zo'n legalisatie teweeg brengt. Maar het is ook niet zo, sinds dat de softdrugs gelegaliseerd is, soort van, hè, half dan, dat iedereen bloot. Nee. Nee. Nee, ik weet ook niet in hoeverre dat is gestegen. Nee. Nee. Wat vind jij ervan dan? Vind je dat de LSD naast de paddo's in de supermarkt moeten liggen? Of, Laten we zeggen, een wijs man heeft mij ooit geleerd. Die zei in zijn tijd dat porno nog illegaal was. En dat hebben ze toen gelegaliseerd. En toen was dat hele wereld helemaal weg. Dus ik denk dat hetzelfde gaat gebeuren als je de drugs vrij gaat geven, met name de harddrugs. Want als dat legaal is, dan kan Jan, de buurman, en Piet, de overbuurman, het ook allemaal maken. En dan is het niks meer waard. En als het niks meer waard is, dan stort de vraag ook in. Of stort het aanbod ook in. Want als je voor 1 euro cocaïne ergens gaat kopen, ja. Die mensen die gaan naar wat goedkoopst is. Oh, maar voor 1 euro cocaïne, ja, gaat er heel veel mis. Ja, ja, ja. Je weet al wat ik bedoel. Weet je, ik snap je uitgangspunt. Als iedereen het kan maken, dan wordt het toch ook goedkoop, omdat het veel meer is. Ik denk misschien wel dat het gewoon wel goed zit op deze manier. Ja, nou, misschien komt het wel zo. Dan moeten we allemaal D66 stemmen. Dan hebben ze in ieder geval 1 stem. Goed, de toekomst. 1,5 meter samenleving. Nee. Nee. Denk je dat het haalbaar is? Ik hoorde sowieso dat 1,5 meter... Ik ben sowieso de verkeerde persoon om het hier over te hebben. Want ik beland in de discussie met iedereen, maar... Geeft niks, daar zijn we hier voor. Er is al bewezen toch dat 1,5 meter niet de juiste richtlijn is, omdat het gewoon niet werkt. Ja. Open lucht, daar kan alles. Hmm. En binnen kan eigenlijk niets. Het is maar goed dat we hier uit elkaar zitten. Ja. Ja. En ik denk dat gewoon een goede richtlijn is. Ik denk dat misschien mensen wat meer in de open lucht moeten en minder binnen op kleutjes. Zeg maar dat mensen meer vrijheid. Dus in die zin kan het ook juist iets heel moois bewerkstelligen. In ieder geval vaker naar buiten gaan. Ja. Bedoel je dan kantoren in een kas? Met dat je nikken, allemaal omdat ze nikken van dat in plaats van kantoren in een huis, dat ze in een kas gaan werken? Nee, dat tussen de komkommers. Echt in de buitenlucht? Zo bedoel je dat? Of nee, hoe bedoel je dat? Dat niet echt, ja. Ja, kantoorwerk, maar ja, ik snap wel waar je naartoe wil. Ik weet niet of ik de waarheid heb wachten, maar zeg maar misschien gewoon met thuiswerken bijvoorbeeld. Ja, dat kan ook, ja. Ja, precies. Wat werken betreft inderdaad met thuis. En wat sociaal betreft misschien wat meer naar buiten. Ja. Oh, sociaal bedoel je dat? Maar zoals discotheken, ik bedoel, jij zit in de muziek scene. Ja. Is toch super kut dat je niet kan optreden?
is toch wat je ja, wil? Ja, dat is natuurlijk niks. Nee, dat je niet kan optreden is natuurlijk niet fijn. We hadden wel een aantal dingen staan. Ja. Niet superveel. Mm. Maar ik heb er wel geluk mee dat het dit jaar is en niet volgend jaar. Want ik denk dat ik volgend jaar wat meer optredens ga krijgen. Ja. Maar ik vind het sowieso jammer voor het optreden inderdaad dat al die tenten gesloten zijn. Maar dat is natuurlijk een open deur. Ja, ja zeker. Maar goed, het schijnt, sommigen zeggen dat het nog eeuwig gaat duren. Ja, ik denk niet dat je te voorzichtig moet zijn. Nee. Want met alle respect. En hier gaat vanaf dit moment dat ik dit zeg, dan was de discussie echt los. Prima, doe maar. Oké, komt-ie. Dus 11 mei of 11 mei was het volgens mij. Ja, ja. 11 mei waren volgens mij uit mijn hoofd 9 coronadoden destijds. Kan. Ja. Ja, op die dag dan, zeg maar. Kun je factchecken, Jeroen? Zoiets, in ieder geval. En dat, volgens mij is dat in de afgelopen tijd zelfs afgenomen. En op dat moment zeg ik van 9, dat is te weinig. Vanaf dat moment moet je zeggen, het moet weer opgeschaald worden. Het moet weer terug naar het oude. Ja. Want dat valt niet te rechtvaardigen, vind ik. Nee. Voor 9 doden kan je niet een heel land op slot zetten. En heel vaak zijn dat ook mensen, ik ben geen expert nogmaals, ik spreek alleen uit wat ik denk. Heel vaak zijn dat ook mensen die sowieso... Hoeveel, Jeroen? 18. En zeg maar, de rest van de dagen? Want... Nou, hij zoekt even verder. 18, 9, ja. In ieder geval minder dan 20. Ja, snap ja. je? En op een bevolking van 17 miljoen. Ja, en als ik dat zeg, zeggen mensen... Ja, maar een nieuwe coronapiek. Ja, en ik twijfel daar een beetje aan. En ik ben geen, zoals ik zeg, ik ben geen expert. Hmm. Maar wat vind jij daarvan dan? Ja, ik probeer zoveel mogelijk verschillende... nieuwsitems te kijken. Dus ik kijk zowel naar de NOS. Nou, dan hoef je RTL 4 niet meer te kijken. Dat is allemaal hetzelfde. Maar ik volg ook andere kanalen. Mm. Robert Jensen, die is helemaal knettergek geworden. Die, ja. die is ook aan het preachen vanuit zijn eigen woonkamer. Ja, hem kijk ik ook, maar dat om het te ergeren meestal. Ja, ik vind het gewoon wel leuk om even heel wat anders te zien dan. Ja, maar zo zijn er nog een aantal. WNL heeft wat rechtsere kanten. Bekijk ik ook wel. Ik bekijk wel wat linksere kanten. Ja, en eigenlijk wordt overal de discussie wel gevoerd. Maar het is een beetje een generatieding aan het worden. Als we er straks uit zouden willen... met z'n allen. En daarom is het ook zo'n vraagstuk onder jongeren, denk ik. Van ja, jongeren gaan er niet zo snel door, of eigenlijk niet dood aan. Volgens mij zijn er nog geen jongeren dood aan gegaan. Mm-hmm. Mensen van 30, 40 ook niet, volgens mij. Ja. Het begint pas van, een beetje als je 50, 60, 70. Ja. Dus ja, moet zo'n hele samenleving gestraft worden? Ja, dat denk ik dus niet. Ja. En ik denk dat ik daar dan meer aan de... losse kant zit dan de andere kant. Hmm. En ik heb ook deze vergelijking gehoord van... zeg maar, die ouderen die dan overlijden aan dat virus... die hebben heel vaak iets anders ook nog, zeg maar, weet je wel? Onderliggend lijden. Ja, bijvoorbeeld dus... als een oude man, of als iemand met een pijntje in zijn elleboog... over de straat loopt en hij wordt aangereden door een bus... Ja. Is hij dan overleden door dat pijntje in de elleboog? Want elke dode met corona wordt geregistreerd als een coronadode, zeg maar. Ja. Dus is hij overleden aan die pijn aan zijn elleboog... of doordat een bus hem aangereden heeft? En op dat gebied is er denk ik ook nog te weinig transparantie. Want dat weet ik eigenlijk ook niet, zeg maar. Hoe zitten die cijfers precies in elkaar, weet je wel? Ja. Ja, het is wel heel erg op cijfers gebaseerd nu, hè. De hele dag krijgen we statistieken doorgepompt over dooien en nieuwe zieken. Het is echt iets uit een film. Ja, het is gekhuis. Ja. Het is gekhuis. Iets uit de film. Ik heb persoonlijk een beetje het gevoel dat er ook te veel over bericht wordt. Ja. Ja. En dat je, doordat je dat heel tijd ziet, dat je ontspoort. Het ook steeds erger gaat vinden voor je gevoel. En dat je ook steeds met het idee hebt, ik moet dan maar niet dat gaan kopen, want straks heb ik geen geld meer, want ik zal dan ook mijn baan wel kwijtraken. En dat het daarom ook allemaal gebeurt of zo. Maar ja, aan de andere kant, als je dan voorstelt dat een van je ouders... volgende week of zo intensive care zou belanden... en dan vervolgens het niet redt... ja, dan wil je weer op je woorden passen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja zeker. Ja. Ja, en dat wat jij inderdaad zegt... die onrust over het coronavirus... die zit denk ik ook doordat het overal te zien is... laatste tijd dan toevallig wel iets minder... doordat een andere crisis aan het woord komt. Iets meer in de mic spitten trouwens. Test 1, 2, 3. dus...
je ziet er te veel over, denk ik. En daardoor ben je er ook te veel mee bezig. En ja, ik denk niet dat het als je het allemaal bij elkaar optelt, dat het een goed iets is. 100% nee, van niet. Want je hebt dan veel initiatieven en zo natuurlijk. Ik zit me ineens te bedenken, zou het niet, want jullie hebben eigenlijk allebei gezegd, vooral jij zei dat van zoeken een skill om te gaan doen. Heb ik nog in één keer langs horen komen dat ze zeiden tegen jongeren, in plaats van wat er allemaal heel erg is en dat je thuis moet blijven en wat je allemaal niet mag, wat je dan wel zou kunnen. Hmm. Ja. Dat is eigenlijk wel raar dat nooit het nieuws is of zo. Het blijft toch? De overheid, hè. Zoveel creativiteit is er niet. Ze zijn alleen maar bezig met het moet en wat je niet mag en wat je wel mag. Ja. Zoals ze juist, als ze een statement willen maken van met dat ze moeten thuis blijven, dan vind ik wel dat ze met opties moeten komen wat jongeren eventueel kunnen doen. Ja. Dat zou heel goed zijn als ze dat zouden doen. Dus jullie vinden het wel goed dat ze dan de vraag bij jullie neerleggen? Hoe doe je dat? Oh ja, ja. Dat is de aanleiding waarom we hier nu zitten. Ja, zeker. Ja, ja. Ik vind dat een goed iets, ja. 100%. Ja. Dus nu kunnen ze hem terugkrijgen. Ja. Er zijn opties. Dus, maar stel, hè, met die skills aan de gang gaan, moeten ze dan een soort portal ontwerpen? Of wat zouden ze moeten afvuren op jongeren? Als het gaat om een campagne of vanuit overheidswegen, welke powers, welke knopjes ze ook maar kunnen bedienen, om dan dat in motion te zetten? Als ik daar de regie over had, ja, stel, dan zou ik niet weten waar ik zou moeten beginnen. Want als je kijkt naar skills of dingen die jongeren leuk vinden om te doen, of belangrijk vinden om te doen, of eventueel een toekomstperspectief biedt, dat zijn zoveel verschillende dingen. En je hebt zoveel verschillende jongeren met zoveel verschillende interesses. Je kan niet voor elke jongere iets zeggen van, oké, jij kan dat doen, je kan dat misschien doen. En ik denk ook, als het vanuit de overheid opgelegd wordt, dan hebben ze misschien niet eens meer zin om het te doen. Dus misschien, ik denk dat ik het misschien een beetje met je oneens ben. Misschien dat ze wel wat kunnen doen, maar alleen de manier waarop, ik denk dat het heel moeilijk is. Maar het is niet dat ik bedoel van dat ze, als ze wat zeggen, dat ze het ook moeten. Ik zeg gewoon wat ik bedoel van dat ze een advies aan de jongeren moeten geven van hoe en wat. Van kijk, wat we net over hadden over die skills, dat ze dat soort dingen online zetten op hun website. Dat jongeren daar ook geïnspireerd raken om weer iets te gaan doen wat ze leuk vinden. Zo bedoel ik het. Ja, ja, wellicht. Wellicht. En dan in de vorm van misschien een advertisement. Dat ze daar influencers aan gaan koppelen, zeg maar. Dat ze zeggen van die influencer, dat die zegt van hoe, dat ze die influencer betalen en dat die zegt van, ik heb dit op deze manier gedaan, zeg maar. Dat misschien wel op die manier. YouTubers en zo. Ja, want je kan wel heel veel te weten komen over jongeren en daar ook echt op inspelen via social media. Dus je kan bijvoorbeeld een social media advertisement op alle jonge producers of alle jonge muzikanten, alle jonge mensen die misschien iets met film of zo willen. Ja. Dus als je daar misschien specifieke influencers voor uitkiest of mensen die wel wat te zeggen hebben en dat je die bijvoorbeeld een workshop laat geven of iets online laat zetten, waardoor die jongeren geïnspireerd worden. Ja. Dat zou een hele goede optie zijn, want ik denk dat je via de influencers veel meer jongeren bereikt dan via de overheid website of wat dan. Ja, want als Rutte mij gaat iets gewoon vertellen over hoe ik een track moet maken of zo. Denk ook niet dat hij dat gaat doen. Maar bewezen van dan. Of... Maar ben jij zo'n influencer? Ja, dat had je kunnen zijn dus. Ja, die kans heb ik verkeken. Nee. Maar ik ga het opnieuw proberen. Ja. Maar daarover helden. Wat zijn voor jullie dan influencers? Mensen die belangrijk voor jullie zijn? Ik hou me daar niet echt mee bezig met dat soort dingen. Ik heb niet echt vaste Instagram volgers waarvan ik naar kijk. Van, oh, daar kan ik wat mee. Nee, ook de artiest of zo misschien? Nee. Mensen? Sportmensen? Nee, ik weet niet. Ik volg daar niet echt speel. Wat ik vooral volg online is mindset dingen, weet je wel. Van gewoon alle teksten, noem maar op. Dat soort dingen, dat volg ik. Ik heb niet echt bepaalde mensen waarin ik denk van, joh. Hmm. Maar als het over muziek gaat, ja, dan, ja, dan wel. Ja, dan, ik volg Wilde West heel erg. De West? Wilde Westen. Wilde Westen. Ja. En dat is een rapgroep uit Den Haag gestart. Okay. Ken je die? Ja. Ja, dat vind ik wel... Maar dan bedoel ik niet die commerciële rotzooi wat tegenwoordig is. Dus niet dat we veel commerciële troep maken, maar ik heb het echt over die oude albums die alleen nog op YouTube staan. Zoals, ik weet niet of je 9/11 Survivors kent? Ja, tuurlijk man. Ja, dat soort dingen. Ja, dat is wat ik naar luister. Wat moet ik me daarbij vaststellen? Dat kun je vast uitleggen. Dat is gewoon trap, toch? Ja, dat is gewoon die... Absoluut. Dat is gewoon misschien slecht gemixt. En gewoon rauw, weet je wel. Dat is gewoon echt die soort van rap shit. Dat kun je niet betitelen als influencer, zeg maar. Dat is gewoon kunst, zeg maar. Ja. Ja. Maar kunst gaat toch wel vaak ergens over?
Ja, zeker. En het gaat ook 100% wel ergens over. Ja, Jochem is ondertussen even ice tea chanting te denken. Dat iedereen denkt, hij is niet aan klas hoor. Nee. Maar voor veel jongeren, vroeger was iedereen wel ergens fan van. Die meisjes waren fans van de Spice Girls. Ik was fan van Guns N' Roses. Ja. Nog steeds. Ik zit te denken van, waar ben ik nou echt fan van? Eminem. Eminem, ja, tuurlijk. Ja, Eminem. Ja, sorry, dat zeg ik omdat je ook wit bent. Nee, maar dat is niet erg. Maar Eminem is zeker een hele grote invloed voor mijn muziek geweest. Ja. Een mens is een mens. Die heeft positieve en negatieve kanten. Dus om iemand als held te betitelen, gaat voor mij een beetje ver, zeg maar. Maar muzikale held bedoel ik dan? Ja, dat is hij zeker voor mij. Maar aan de andere kant, misschien is hij de laatste jaar ook niet meer zo goed geweest. En dat, zeg maar, dus er is niet echt iemand waarvan ik zeg, ja, die gast, die vertrouw ik met mijn hele hart alles toe. En als ik zoals hij zou leven, dan. Maar ik denk dat het vooral gaat om, daar pak ik een stukje van, daar pak ik een stukje van. Zoals, kijk, die 9-11 survivors, zeg maar, die van Wilde West, dat is natuurlijk super low, weet je wel, je kan erop losgaan en zo. Ja. Maar dat betekent niet dat je dingen moet doen die zij in die track zeggen. Oh, zijn zij van die categorie protect en zo? Nee, absoluut niet. Nee, dat bedoel ik ook niet mee te zeggen, maar... zeker niet. Nee, ik snap wat je bedoelt. Vroeger was het muziek, dat is wat mijn uitleg was. Ja, nee, maar ik bedoel, ik sta natuurlijk ook wel eens voor een klas. En dan vraag je wel eens, ga je met jongeren in gesprek? Wat vinden jullie interessant? Is jullie belangrijk? En dan heb ik altijd het idee dat jongeren heel terughoudend zijn om voor een groep te durven uiten waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Weet je wel? En vaak als je dan één op één een gesprek hebt, dan blijkt dat iemand gitaar speelt of piano speelt of thuis bezig is met nog iemand anders om een bandje op te zetten of zo. Dat je dat gewoon zo in de klas dan niet meer durft te zeggen, vind ik wel bijzonder. Ja. Ja, is dat niet meer? Of was dat altijd al? Ja, weet ik niet. Hoe was dat? Hoe oud ben je? Ik weet weten. Ja? Ik word 39 in juli. Oh, sorry, ik lees er niet aan jou van. Hey, thanks. Maar dat hoor je vast vaker, of niet? Ja, ik moest laatst nog een keer mijn ID laten zien. Dus. Wow, shit. Okay, hey. Toen dacht ik, oké, dat zit je wel goed. Waar was ik? Oh ja, was dat niet vroeger dan ook zo, zeg maar, dat mensen misschien niet direct uitkwamen voor wat ze deden? Of je kon het toen meer zien. Schuchter over deden? Je kon het toen zien. Je zag op een schoolplein, oké, daar heb je de campers staan. Daar staan de hardrockers. Hmm. Daar staan de gabbers. Daar staan de boertjes. Ja, de boer. En daar staan de Olili-meisjes, zeg maar. Ja. Dat was heel duidelijk. En iedereen hoort ook ergens bij. Je kon het ook aan de kleren zien. Als ik nu voor een klas sta, heeft iedereen dezelfde kleren aan. Ja. Ongeveer. Misschien is dat ook een goed teken dat iedereen het kan betalen of zo. Maar ik zie niet meer wie waarvan houdt. Snap je? Nee, maar dat is. Ik denk dat het ook wel komt omdat je nu tegenwoordig heel veel telefoons hebt. En als je dan kun je films mee maken. En ja, als jij nu in de klas gaat gitaar gaat spelen of piano gaat spelen of in één keer gaat zingen of weet je wel, dat soort dingen. Ja. Ja, dan heb je de kans dat het gefilmd wordt en online wordt gegooid. Daar voelen heel veel mensen zich niet prettig bij. En nee, dat ongetwijfeld ook wel een rol speelt. Maar ook qua kleding dan? Ja, dat denk ik wel. Heel veel mensen die denken van, oh, ik moet rijke kleding hebben, maar... Dat is een beetje het toonbeeld van tegenwoordig. Vroeger wilde je toch ook gewoon een statement maken? Dat je gewoon in een lege jas ging lopen. Dat zie je nu niemand meer in lopen. Ja, heel af en toe nog, maar... Ja, ja, nee, ik vind dat apart dat je dat zegt. Dus het is inderdaad een select groepje mensen dat zich nog echt durft te onderscheiden wat betreft kleding en smaak. Dat is echt dat, select. Ik denk dat het echt dit is echt eenheid was geworden, hè? Ja. Ja. Dus dat is wat ik zie, hè? Ja. Kijk, misschien kijk ik verkeerd, maar... Ik denk wel dat het zo is. Wat denk jij? Je bent nog wat jonger. Je ziet misschien. Hoe is dat bij jou? Jij hebt toch ook onlangs jouw stijl veranderd? Ja, klopt. Ik heb onlangs zeker mijn stijl veranderd. Ja. Wat ik al eerder aangaf, is dat dat ik echt niks meer geef om wat een ander zegt. Dus dan ga ik met mezelf zijn. En dan kies ik echt leden die ik leuk vind. En die niet. Daar denk ik niet meer bij mezelf van. Oh, wat vinden anderen hiervan? Ja. En dat deed je daarvoor dus wel? Ja, wel een beetje, weet je wel. Een beetje niet helemaal zo extreem als nu, zeg maar, met die lange jas en die hoed die ik vaak op heb. Niet. Maar ja, nou probeer ik wel. Nu heb ik iets meer van, boeien. Ja. Ik kom er lekker vooruit voor hoe ik er zoveel aankleden. Maar die hoed draag je ook veel nu? Ja, helaas, omdat het nu regent en zo, kan ik die outfit niet aandoen, omdat het niet goed tegen regen kan. Is van filt of zo? Ja, een beetje rare stof is het eigenlijk. Ik kan niet goed tegen water nog. Maar ben je dan ook een hoedenverzameling aan het aanleggen?
Ik heb er nu eentje en misschien volgt de rest. Ja. Het is wel vet, je ziet het niet vaak, inderdaad. Ja, het is zwarte cross, maar dan heeft iedereen een dingetje op. Ja, dat is iedereen. Of Pinkpop of zo, en dan zijn ze allemaal ineens roze. Ja. Ja, dat is wel bijzonder. Maar krijg je dan veel commentaar ook? Ja, mensen die denken van, zo van, wat doe je? Waar ben je mee bezig? Ik zeg, ik ben lekker met mezelf aan het zijn. Waar ben jij mee bezig dan? Weet je, zo reageer ik dan maar terug. Maar ook positieve reacties? Ja, heel veel mensen die stemmen er toe van, joh, kijk, jij bent wel iemand die zich kleedt hoe hij zich wil. Ja. En heel veel mensen vinden dat hoedje ook leuk, weet je wel. Nou, we horen er wel mee, maar het is niet allemaal negatief, nee. Ja. Wat ik wel zie, is dat die Peaky Blinders wel invloed hebben gehad. Dat is dan wel een soort van... Je ziet wel dat veel mensen daar... Ik zie veel foto's van kapsels, ja. Daar wat regelmatig tegen me gezegd als spion of Peaky Blinders of wat hebben. Ja. Dat zeker. Ik vraag me af, nu we dit gesprek hebben ook... Of die mensen... Nu klink, ja, nou ja, in ieder geval... Die mensen die dan zich gedragen of zijn zoals iedereen... Yeah. Of ze misschien niet toch gewoon zichzelf zijn. Omdat... Het zo normaal is geworden, zeg maar. Begreep je? Om normaal te zijn. Ja? Ja, kan. Misschien wel. Misschien is het niet eens dat ze niet durven om anders te zijn. Misschien zijn ze zichzelf. Er is nog nooit onderzoek naar gedaan, volgens mij. Nee. Best wel een interessant iets, toch? Ja, dat is wel echt interessant. Maar, want als het dan zo is dat ze allemaal dezelfde kleren dragen, zouden ze dan ook meer hetzelfde denken? Ik denk het. Dat is een hele goede vraag. Dat vind ik een hele goede vraag, ja. Diep, hè? Dat is zeker een type vraag. Ja. Ik denk het niet. Nee. Ieder mens is toch zichzelf, of ieder mens heeft zijn eigen gedachten. Hmm. Lijkt mij dan. Iedereen denkt van, iedereen heeft wel een mening in zijn eigen hoofd. Ja. Dus ik denk niet dat, ik denk niet dat iedereen dan ook gelijk hetzelfde denkt aan de ene kant. Nee, denk maar misschien denken ze niet, maar ze spreken vaak wel hetzelfde. Dat valt me wel heel veel op. Ja. Dat wel, het komt vaak uit één mond, heb je het idee. Ja, er staan 10 mensen om je heen, maar het is één die het... Soms heb ik wel zo'n klas voor me, dan denk ik, het lijkt wel communisme hier of zo. Is er een of andere geheime leider of zo die meeluistert via microfoons, dat niemand durft te zeggen wat hij vindt of zo, weet je wel? Uitzonderingen daar gelaten, het is heel verschillend hoor. Soms dan zit je in een klas waar de één of twee heel uitgesproken zijn, maar die zijn dan ook duidelijk altijd heel uitgesproken. Dat is in elke klas zo. Kom iets dichterbij, dan hoor ik je. Een aantal mensen die zeggen alles en de rest die zegt niks. Ja. 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 Nou, ja, ik weet niet in hoeverre dat normaal is. Maar in elke klas waar ik in heb gezeten, is het wel zo dat inderdaad iedereen neemt in ieder geval een afwachtende houding aan. En ik weet niet of ze misschien een beetje laconiek zeg maar, zijn willen uitstralen. Misschien willen ze wel een beetje cool doen. Zeg maar, van, ik ben veel te cool om deze vraag te beantwoorden van deze docent of... Ja, ik weet het niet. Of misschien is er echt oprecht desinteresse. Ik weet het niet. Ja, dat zou echt een ding zijn, als het echt oprechte desinteresse. Ja, want dan zitten we helemaal aan de afgrond. Ja, maar de maatschappij op dit moment. Hè? Ik bedoel, ik kom heel veel leuke mensen tegen. Ik zit hier met jullie aan tafel. En ik kom steeds meer jongeren tegen die echt wel een tof verhaal hebben. Ja. En toch verhardt hij of zo op de een of andere manier. Weet je wel, je had het al een tijdje terug over mij ook. Over hoe dames zich opstellen naar jongens. Het drugsgebruik. Ik heb het geweldincident dat het toeneemt. Hmm. Kan een onderbuikgevoel zijn, maar... Wat mij betreft niet, maar ik ben mezelf gedurende de jaren misschien iets meer gaan isoleren en steeds meer met dezelfde mensen omgegaan. En misschien dat ik daarom niet... Ja, geweld kom ik eigenlijk niet meer in aanraking. Nee. Nou, goed voor jou, toch? Ja, zeker. Ja. Dat is chill. Jochem wel, denk ik. Of ja, soms meer? De laatste tijd wel iets minder voor mezelf. Want wat jij net zegt, ik isoleer mezelf, dat doe ik ook. Hmm. Ja, iedereen nu op dit moment, als het goed is. Maar... Ja, ook, maar ook gewoon letterlijk van dat ik echt met mezelf bezig ben, met mijn toekomst, noem maar op. Dus dat horen dat soort dingetjes niet meer bij. Want dat kan ik niet meer maken, om het zo maar te zeggen. Ja, laten we het even over de toekomst hebben, want dan moeten we ook naar een afronding. We zitten op 1 uur en 10 minuten nu. Oeh. Wat is voor jou de toekomst? Voor mij is de toekomst sociaal werk, die kant op. Ja. En dan hoop ik dat ik erachteraan nog social work kan doen, HBO. Zo. En dan hoop ik dat ik de verslavingszorg in kan. Want verslavingszorg? Ik weet niet waarom, maar drugs en noem maar op, dat fascineert me hoe het in de wereld is gekomen, om het zo maar te zeggen. Ik wil er gewoon meer over weten en ook mensen eruit helpen, om het zo maar te zeggen. Ja, hoe krijg je het erin en hoe krijg je het eruit? Ja, daarom. Ja. Als je weet hoe je het in krijgt, dan weet je vaak hoe het eruit krijgt. Mm. Ja. Gaat het verhaal ook op te denken dat mensen die ervaringsdeskundigen zijn ook beter iemand kunnen helpen dan iemand die dat niet is? Ja, absoluut. Vind ik wel. Niet per se.
Ik denk als je mooie discussie, ja, dit. Ja. Denk, als je een goede opleiding hebt gevolgd, dan ben je daar. En je hebt empathie. Ja. En je schreeuwt niet iedereen over één kam. Je hebt geen vooroordelen. Dan kan het. Je hoeft het niet. Maar ik kan me er zeker in vinden. Ik denk ook dat je boeken wel mee hebt. Die misschien iets meer conservatief zijn. Minder open. Die misschien iets minder begrip hebben. Ja. En dat soort mensen misschien niet. Maar ik denk zeker. Ik denk juist dat misschien wel de beste zijn. Als je dan ook nog ervaringsdeskundige erbij bent, dan is het helemaal top natuurlijk. Ja. Maar ik denk niet dat het per se hoeft. Ja. Ik vind het wel, eerlijk gezegd. Ja. Ja, absoluut. Want moet je voorstellen, als ik iemand ben met een zwaar drugsprobleem. En ik zit tegenover iemand die nada noppers van drugs weet, of wat dan ook. En dat kun je echt merken, om het zo maar te zeggen, weet je wel. Die weet niet wat vragen die moet stellen, die weet niet waar het over gaat. Ja. Dan ga je minder openstellen naar mensen. En dan ga je minder openstellen naar diegene en ga je ook minder vertellen. En dat is juist de bedoeling van zo'n gesprek, om meer over het probleem te weten te komen. Ja. Dus ik ben het echt niet met je eens. Ik vind zeker dat iemand ervaringsdeskundige moet zijn om er echt over te kunnen praten. Okay. Zo grappig dat het gewoon in de opleiding zou zitten dan. Ja, dat zou wel een goede. Ja, dat zou wel grappig zijn. Ja. Ja. Dat zou inderdaad wel grappig zijn. Maar dan ben je niet echt ervaringsdeskundig. Dan komt het niet intrinsiek, weet je wel. Nee. Een echt verslaving is intrinsiek, okay. Toch? Dus ja. Dat tel je niet. Ja, nee. Ja, misschien begint de ellende dan. Dat kan. Ja. Ja, je moet in ieder geval een documentaire kijken van Bob and the Monster. Dat is dus iemand die dat wel heel erg heeft gehad. Een artiest uit de jaren 80, 90. En die man is zo diep gezonken. Hij staat ook ergens, als je hem op Pinkpop opzoekt, Bob Forrest, dan zit hij nog ergens op het dak. Hij is helemaal wappie tijdens Pinkpop. En nu tegenwoordig behandelt hij allerlei grote artiesten. Dus, vet, man. De gast van de Chili Peppers. De meest uiteenlopende artiesten heeft hij eigenlijk allemaal eraf geholpen. Dope. Met zijn methode, omdat hij zegt, ik weet hoe het is. Dus ik kan met zo iemand meeleven en zo. Dus ja, wel vet. Sick. Ja. Toekomst voor jou dan? Ik heb altijd gezegd, ik wil geld verdienen met iets wat ik leuk vind. Mm-hmm. Dus ik hou van muziek, dat is mijn eerste liefde. Dus ik ga daarop richten. En daarnaast een inkomen met fitness. Dus muziek en fitness, twee dingen die ik super leuk vind. Ja. Daarmee wil ik geld gaan verdienen. En dat gaat gepaard met een stukje ondernemerschap natuurlijk. Ja. Dus daarbinnen ondernemen. Ja. Want je hebt ook een label en zo. Ja, het kan nog heel veel verschillende kanten op. Ook met dat label inderdaad. Ik bedoel, je kan merch maken. Je kan artiesten adviseren. Mm. Je kan juist die inkomsten aan streams hebben. En dan, ja, je kan aan zoveel kanten op, weet je wel. Ja. En valt er geld te verdienen? Er valt zeker geld te verdienen. Want ik kijk als we ook... Als inspiratie voor deze podcast ook andere podcasts. Mm. En soms duik ik echt in de krochten van het internet. En dan kom ik op Rookwast, de podcast, uit. Ja. Waar veel Nederlandse rappers staan bij elkaar zitten. Wel een bepaalde scene, volgens mij. Ja, dat is echt het hoge segment, man. Is dat het hoge segment? In ieder geval de echt succesvolle guys. Ja, ja, maar die hebben het dan ook over money. Mm. En bitches en zo. Mm. Terwijl ik dacht dat het station een beetje gepasseerd was. Mm. Maar zij zitten er echt middenin. Ja, nee, het is natuurlijk... dat is een entertainment podcast, weet je wel. Die gasten zitten gewoon te chillen, snap je? Yeah. Ik bedoel, meestal, ik neem aan als jij zit te chillen... dan gaat het ook niet over alle nuttigste dingen, zeg maar. Nee, dat hoeft ook niet altijd. Nee. Dus voor alles is een plaats aan de tijd, denk ik. Ja. Goed dat je dat zo zegt, hè? Zo heb ik het nog niet bekeken, ja. Ja. Ja, als ik zit te chillen, gaat het zelfs op gipsplaten of zo. Ja, dat ben ik ook in de fase dat ik een huis aan het verbouwen ben. Misschien komt het daar, hoor. Ja. 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 Dus die muziek zien, die moet ik wel degelijk serieus nemen. Er zijn talloze manieren om geld te verdienen. Laat me dat voorop stellen. Ik denk dat het belangrijk is, en daar zit ik vooral mee te struggelen op dit moment, is dat je kiest waar je op gaat specialiseren. Mm. En het precieze verdienmodel dat je daaraan gaat koppelen. Ja. Dus als je beatmaker bent, dan kun je binnen het beat maken, je kunt concentreren op bijvoorbeeld het maken van melodieën, als je daar heel goed in bent, of het maken van drums. Dat kun je doorsturen naar anderen. Zeg maar, je moet echt datgene vinden. Hoe bescherm je zoiets dan dat je daar geld aan verdient? Alles is zo jatten, zo makkelijk te jatten. Hoe bescherm je dat? Maar die jongens die praten had ook over beat maken. Je kan het bewijzen. Dus stel dat jij jouw loop, dus je hebt een super toffe melodie gemaakt. Mm. Die heb je naar een producer gestuurd en die producer heeft hem gebruikt. En die is op een beat terechtgekomen die nu miljoenen streams heeft. Ja.
Dan kun jij bewijzen dat je die lead gemaakt hebt en dat je die op die datum daar naartoe hebt gestuurd. Kun je er een rechtszaak van maken, in het uiterste geval. Hmm. Dus auteursrecht is eigenlijk altijd een gegeven. Als je, op het moment dat jij iets gemaakt hebt en je kan bewijzen dat je het gemaakt hebt, op wat voor manier dan ook, heb je altijd een poort op te staan. Oh, okay. Dus mensen in de muziekindustrie, die zullen niet zo snel dingen jatten. Misschien zijn er ook mensen die juist het tegenovergestelde zeggen, maar ja. ik denk wel dat er heel veel wel te beschermen is. Oké. Okay. En dan valt er dus ook geld aan te verdienen. Ja, zeker. Ja. Maar je kan ook artiesten adviseren, want er zijn tegenwoordig zoveel artiesten en door internet kun je die mensen zo specifiek targeten. Dus je kunt ook bijvoorbeeld zeggen, ik maak een cursus voor artiesten of ik geef artiesten 1-op-1 begeleiding of je schrijft persberichten voor artiesten. Of voor beatmakers ga je logo's maken of je gaat videoclips maken. Het is oneindig. Je kan in die wereld, die entertainment wereld, kun je heel veel kanten op. Ja. En wat fitness betreft natuurlijk ook. Je kan de voeding kant op, van alles. Ja. Ja. Maar ben je ook echt fit boy dan? Het was erger dan dat het nu is. Eerst ging ik echt 6 dagen per week. Nu ben ik natuurlijk aan het skaten. Ja. Maar ik bedoel qua lifestyle eromheen? Eiwitshakes, 200 gram noten per dag. Ook veel yoghurt en zo? Ja, kwark dan, voor het slapen gaan. Ja, Franse kwark zeker, of niet? Franse magere kwark, voor het slapen gaan. Er zit een langzame eiwit in. Ik heb zo'n stagiair gehad tegenover mij die dat ook had. En toen zat ik nog hier boven op een kantoortje. En die deed ook aan bulking, zeg maar. Ja. En die zat dus tegenover mij. En die had elke dag, serieus, 4 van zulke bakken eten mee. Mm. En 's ochtends begon die voor mij. Ik ga gewoon zijn naam noemen. Het is Mees, heet die jongen. Mm. Daar heb ik echt heel erg veel mee gelachen, hoor. Achternaam? Nee. Mees weet wel wie ik bedoel nu. Okay. En er zat veel rijst in en kip. En ook heel vaak tonijn. Ja. En dan van die goedkope tonijn van de Lidl. Mm-hmm. En ja, zij was dat een keer aan het eten bij mij op kantoor. En er kwam ook een van de buitenlanders kwam binnen, een van de acteurs. Volgens mij was het Danny of Eaap. En die zegt, Jezus, heeft hier iemand aan zijn piemel getrokken of zo? Maar het meest had zijn ontbijt te eten, zeg maar. Oh, ja. Die at zoveel. Ja. Zoveel. En doe je dat ook? Dat deed ik destijds wel. Ik had momenten, toen zat ik in Nijmegen op kamers. Toen was ik super intensief aan het sporten. Toen had ik gewoon... Dus mijn avondeten was eigenlijk altijd een keer met rijst en roerbakgroenten. Mm. En daarna dronk ik een shake. En als ik dat op had, dan dronk ik nog een pak chocomel. Een pak, hè, dus een liter chocomel erachteraan. En toen ben ik 1 keer zo misselijk geworden, dat ik daarna wel iets meer heb afgebouwd. Zeg maar. Ja, ja. Ja. Maar bij hem draait het ook gewoon de hele dag om. Ja. Het eetpatroon. Wat heb ik erin gestopt? Hoeveel moet ik trainen daarvoor? Ja. Ja, ik heb wat die dat ook wel binnen de jongere cultuur een dingetje aan het worden is. De sportscholen. Dus dat zijn een beetje de nieuwe jongerencentra volgens mij. Ja, zit wel wat in. Ja, je ziet natuurlijk dat het aantal leden in sportscholen gigantisch aan het stijgen is. Mm. Mensen willen graag fitnessen. Fit zijn, ook ogen, weet je wel. Want het gaat misschien niet eens erom dat je zelf voor jezelf intensief bezig bent. Ja. En destijds was ik ook een beetje zo'n onzekere achtige guy. Ik dacht, weet je wel, ik wil er wel grote stoer uitzien voor anderen. Ja. Uiteindelijk denk ik dat heel veel mensen om die motivatie naar de sportschool zijn gegaan. En dat het daarom zo hoog is. Alles gaat om het beeld, hoe je eruit ziet. Mm. Het oppervlakkige. Ja, ja. En daarom wil iedereen op dat gebied er zo goed mogelijk uitzien. En zo goed mogelijk daarmee omgaan. Zeg. Ja. Maar het is wel business. Ja, zeker. Ja, dat wel. Ja. Heb jij dat ook? Ik heb jou 1 keer in de sportschool gezien. Ik heb ook een blauwe maandag gefitnessd. Ik kan het niet zien meer, maar heb ik al gedaan. Toen kwam ik Jochem ook tegen. Ja, Weet je nog? Ja, ik heb wel een tijdje gefitnessd, dat wel. Maar ik had op een gegeven moment geen tijd meer voor mijn school, mijn opleiding en zo. Ja. Toen ben ik ermee gestopt. Maar ik merk wat hij net zegt, onder de jongeren is heel erg aanwezig. Van ik moet sporten, ik moet gehoord worden. Ja. Ook onder mijn eigen vrienden. Ja, dat is ook zoiets nieuws, hè? Mm. Dat was vroeger, was dat heel... Ik heb het dan over vroeger, maar ik heb het dan over jaren 90, zeg maar... Had je niet dat iedereen in de blote bakkers op een dancefeest stond te laten zien hoeveel... Weet je wel, bij ons was iedereen gewoon zoveel mogelijk bier aan het drinken. Bij de Heide was je steeds duiven. Dat was onze sport, zeg maar. Dat is wel bijzonder, toch? Dat jongen nu zo eigenlijk zeggen we er heel veel over, maar ze doen best wel heel gezond ook wel. Ja, het is nou ja, ik weet niet of het wat ik deed... 1 liter chocomel drinken, dat is niet gezond. Nee. Maar je hebt natuurlijk ook een gezonde manier om het aan te pakken. Ja. En ik denk dat als je verantwoord wil fitnessen, dan, en dat wil ik ook meer gaan doen, dan ga je letten op fitheid,
Misschien ook wel een beetje spieropbouw en conditie. Misschien balans, een gezond voedingspatroon. En dat is pas echt oprechte fitheid, van binnen en van buiten. En dat heb jij? Dat heb ik nog niet. Daar ben ik naartoe aan het werken. Dat zou ik graag willen. Jij dan? Weet jij gezond? Ja, zo weet je wel. Ja, het is niet dat ik... Frikandelbroodjes en zo. Nee, samen dat niet. nee, samen met onze technische man. Nee, het is niet dat ik echt heel veel op mijn voeding let of wat dan ook. Dat ook weer niet. Maar ik let wel een beetje op van, oh kijk, niet te veel dat, niet te veel zo. Weet je, dat lijkt me wel een beetje normaal. Maar voor de rest, ik denk dat ik wel gezond eet, ja. Ja, nou, dan misschien moeten we daarmee afronden. Met een paar wijze levenslessen. Ja. Kijk, het is niet zo dat dit gesprek eindigt, want we kunnen altijd weer verder op een ander moment. Ja. Kijk, ik weet dat Joe Rogan, volg ik veel, ken je die? Joe Rogan? Ja. Ja. Die heeft echt een hele vette podcast. Ja, heeft, heel dope, ja. Vorige week Elon Musk weer op bezoek gehad, volgens mij, voor de tweede keer. Die moet nog even goed kijken. Maar die gaat soms al 2,5 uur door. Maar goed, die heeft ook echt volgers. Dus die haken we misschien wat minder snel af dan mensen die hier naar kijken. Nee, het lijkt me super vet om een keer terug te komen. Ja, en misschien ook een keer namens Eastwave met een... Met andere artiest of zo. Als het toegelaten was. Als jullie een album af hebben of iets te vertellen hebben over een tour of weet ik veel wat, dan gaan we daar gewoon over in gesprek. Ja, dope. Ja. Dat gaan we doen, ja. Ik hou je eraan. Ja, super. Leuk dat je er was. Ja, graag gedaan. Jochem ook bedankt. Geen probleem. Rol later. Yo. Tot ziens.